Laat je maar verrassen. Goed, ik laat me verrassen. Oké, een actie. Ja. Richard, waar zijn we hier? Wij krijgen regelmatig de vraag of een mailtje van hey broers, we willen een filmpje, wat kost dat? We hebben afgesproken, Ries en ik, dat we daar maar één antwoord op hebben. Dat vertellen we je graag, maar dan komen we eerst koffie drinken. Dus jullie gaan naar de klant toe? Wij gaan altijd naar de klant toe. Je proeft, je ziet, je ruikt, je merkt hoe zo'n bedrijf is. En dat is heel erg belangrijk als je het verhaal van het bedrijf wil gaan vertellen. Want dan sla je de plank niet mis. Ik vergelijk het altijd met een architect die de vraag krijgt, kunnen jullie een huis voor mij maken? Ja, maar moet een huis zijn met een uitbouw, met een erker, met zonnepanelen. Je moet de bewoners van het huis kennen voordat je het huis gaat bouwen. Ja, en je moet goed weten wat het doel is van de film. Hoe willen ze me gaan inzetten en wat willen ze wel en wat willen ze niet? Kijk, we wisten niet precies waar we aan begonnen toen wij met die samenwerking startten. We hadden wel een duidelijk beeld wat we wilden. Ook, we zijn echt super eigenwijs. Maar broers ook, vraag ik. Wat kost dat dan? Zeg ik niet. Eerst willen we weten wat je wil. Waarom werken jullie met broers samen? Ik denk meerdere redenen. Het belangrijkste is natuurlijk dat ze een mooie film opleveren. Ja, elke video die we opnemen gaat vooraf met een call of een meeting waarin we echt goed afspreken wat we willen doen. En dan ontstaat er een soort creativiteit gezamenlijk die je terugziet in de films en waar we denk ik heel blij van worden. Ja, de belangrijkste reden is eigenlijk video maken, campagnes maken gaat ook deels om vertrouwen. Maar de klant stelt vaak een vraag, maar is nog niet zo ervaren in wat er mogelijk is met video. Dus de vraag is vaak vrij eendimensionaal. En in zo'n gesprek kom je erachter, oh wacht eens even, als dit jouw probleem is, dan kunnen we het op een veel leukere en effectievere en goedkopere en slimmere manier oplossen. Ja, eigenlijk is dat hetgeen wat wij graag willen. We willen de klant leren kennen. We willen kijken hoe de cultuur is. We willen kijken hoe mensen met elkaar omgaan. En wat voor bedrijf het is. Nee, ik lust inmiddels alle soorten koffie, maar er moet wel suiker in, anders lust ik het niet. Bij deze klanten zorg dat je suiker hebt. Dankjewel, Sjoep.